Goedemorgen. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik druk al op opnemen. Shop my stash. Ik doe even mijn spiegel weg zo. Het is alweer tijd voor een nieuwe maand. Het gaat echt hartstikke snel. Even een stukje naar achter. Wat eruit gaat. Want ik heb natuurlijk ook dingen gebruikt. Ik heb de Clean ID Insta Bright Serum gebruikt. Kan je dat zo zien? Zo. En ik heb de Clean ID Pore Minimizing Primer gebruikt. Prima. Niks speciaals. Niks wat niet goed is, zeg maar. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Dan had ik de True Skin Concealer en de Revolution Fast Base Concealer. Deze vond ik heel fijn om het roodheid een beetje te bedekken voor de foundation, zeg maar. Prima, zeker die True Skin. Wat ik ook gebruik, maar die blijft erin, is een Revolution Peach voor de blauwe kringen te bedekken. Poeders had ik. De My Skin van Essence. Is echt een fijne poeder. Wat ik heel fijn vond, was de Catrice Setting Powder en de Luminizing Powder. Gewoon echt hele fijne poeders. Niks mis mee. Bronzer had ik de Max Factor. Deze keer. En... wow, laadje valt eruit. De Butter Bronzer. Ja, die... ja, prima, maar gaan allebei terug. Ik heb niks mee. Verder niet echt heel bijzonder. Ik haal het hele laadje wel even uit. Liquid Highlighter. Heb ik niet gebruikt, als ik heel eerlijk ben. Dan heb ik een Liquid Blush. Heb ik wel gebruikt. Hij is niet zo leeg als hij eruit ziet. Is een heel fijn product. Echt wel een van mijn favorieten. De Butter Blush. Is een mooie kleur. Fijne blush. Zacht brengt prima aan. Maar is mat. En ik hou niet heel erg van matte blushes. Want dan moet ik ook nog met een highlighter aan de slag. En ik ben niet... Ik zit af en toe in de spiegel te kijken. Ik zie mezelf praten. Is heel vervelend. Dus ja, mooie kleur, ja, maar mat en ik heb liever een glanzende. Dan heb ik de Pillow Talk, had ik. En deze, ja echt van Catrice. Ik heb hem nu ook op. Het is zo'n mooie blush. Hele mooie sheen zit erin. Echt. Ik heb mijn kaptafel opgeruimd en nu maak ik er gelijk weer een takkensooi van. Voor oogschaduw heb ik tegenwoordig ook in een laadje. Had ik de Mauve van Catrice en de Nude. Veel gebruikt voor iemand die geen oogschaduw gebruikt bijna. Ik moet het toch een beetje gebruiken, denk je dan maar. Ik heb een plukje uit mijn knot. Zie je dat? Hier zo. Leuk. Die lijkt naar de antenne. Ik zal straks even kijken of ik dat kan fixen. Maar die gaat terug. Ik ga iets anders uitzoeken. Lippenstift heb ik natuurlijk altijd zo gewoon overal staan. Settingspray ook. En ik heb altijd hier mijn Le Beige Chanel Teint de Chanel. En mijn Chanel poeder. Die staan gewoon altijd op mijn kaptafel. Net als mijn foundations. Ga ik nog een stukje naar achter. Want dan ga ik eens kijken. Wat ik uit ga zoeken. Even een stukje deze kant op. Ik denk dat ik... Ik heb een bestelling gedaan. Ik heb vanochtend een nieuwe film van... nieuwe video van Floating Dreams gekeken. En die had allerlei dingen van de Clean ID. Dus ik heb op Bookshop gekeken. En ik heb er zoveel mogelijk van besteld. In de trant van... waarvan ik dacht, dat ga ik gebruiken. De foundation had ik al. Dus die haal ik eruit om te proberen komende tijd. En daar was volgens mij ook een concealer van.
Ja. En dan. Weet je wat? Ik neem deze, want die is bijna op. En dan kan ik hem opmaken. De Fresh It Up. Die wordt niet meer, volgens mij is die discontinued. Of zeg maar, die wordt niet meer gemaakt. Soms weet ik alleen het Engelse woord. Dan kan ik hem mooi opmaken. Dat lijkt me fijn. Oké, dus dat gaat er dan in. Een poeder. Poeder. Ik heb deze, een losse poeder van Catrice. De baking and setting. Wil ik dat gebruiken? Nee. Aangezien de Clean ID komt en ik dat denk ik, die komen morgen al die spullen, ga verwerken in mijn everyday bakje voor deze maand, neem ik de Clean ID poeder. Is dit een losse poeder? Nee, het is een vaste poeder. Dit is een pressed. Dus dan neem ik die. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou ja, en ik neem een Chanel poeder. Pressed. Zal ik dan ook nog een baked ding nemen? Nee hè? Nee. Ik neem die. Ik neem de Chanel en de Clean ID. Heb ik het dan allemaal? Ik denk het wel. Ik zit nu. Ik heb deze, de primerizer. En die vond ik zo fijn. Maar ik ga eerst die Fresh It Up opmaken. Goed. Liquid highlighter. Daar heb ik er eigenlijk gewoon niet zoveel van. Ik heb denk ik gewoon enkel deze twee. Dus ik doe nu weer zeg maar de bruine erin. Ik heb er niet zoveel van. Nee. En een poeder highlighter. Dat klonk heel raar. Dat realiseer ik me. Waarbij ik opmerk dat ik ontzettend veel Catrice make-up heb. Maar goed, dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Ik neem de 11. Dat zijn deze vier. Gewoon even wat anders. Oh, ik zie dat ik nog meer liquid highlighter heb. Ik heb deze ook nog. En ik heb er nog één van H&M. Nou, weet je, gezien het feit dat ik dat bijna nooit gebruik, vind ik het goed zo. Dan blush. Ja. Pluisje op mijn shirt. Nog steeds. Nou, echt. Het zit gewoon vast. Ik wil deze wel gebruiken van Milani. Dit is de Tea Rose. En wat heb ik dan nog meer? Ik heb hier nog meer Milani. Ik heb hier een heleboel Chanel, NARS, Max & More. Dit is... Nee,
Die Milani doe ik terug. Die gaan we niet gebruiken nu. Want ja, ik vind het anders. Ja. De Blush and Light van Essence. En die heb ik in 3 kleuren. Dus hier neem ik gewoon 2 kleuren van. Even kijken. De beetje bruin en peach. Een beetje neutrale kleuren. En dan vind ik het goed. Ik heb hier heel veel. En een liquid blush. Van Catrice. Gewoon om te proberen. Heb ik niet nieuw, maar heb ik nog niet geprobeerd. En dan een bronzer. De Hello Good Stuff vind ik hele fijne bronzers. Ik denk dat ik deze neem. De Mosaïek. En dan met mijn Tandy Chanel. Even kijken, even kijken. Want er zit ook in die Clean ID zit een bronzer. Dus dat komt goed. En dan enorme paletten die ik eigenlijk nergens kwijt kan. Ja. Eigenlijk wil ik wel gewoon. Het stormt met een partij niet te doen buiten. Ik neem deze van Chanel. Die heb ik al heel veel gebruikt zoals je ziet. En dan heb ik hier nog iets. Wat is dit? Oh, met een heleboel kleurtjes. Nou, ook van Chanel. Daar kan ik me vast wel in vinden op een gegeven moment. Ik denk dat ik alles zo heb. Ik heb primer gepakt. Ik heb concealer gepakt. Ik heb mascara gebruik altijd dezelfde. Want ik vind dat niet om op te maken en te doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor wenkbrauwproducten. Hoewel er in de cleaner die ook wel weer zitten. Die vul ik bij en dan ga ik dat gewoon opgebruiken. Dus die moeten we even gewoon laten voor wat het is. Wat heb ik verder nog? Dit is oogschaduwbasissen. Nepwimpers. Ik ben benieuwd wat dit is. Oh, het zijn allemaal een soort. Tien. Wat is dit? Oh, dit is een mooie kleur, hè? Dit komt uit een. Dit is van de Balm, denk ik. Dit komt uit Look Fantastic Doos box. Ik heb hier heel veel oogcolors en dat soort dingen. En wat van die Maybelline potjes. Ik gebruik het gewoon niet zo heel vaak. Nou, ik gebruik sowieso niet heel vaak. Hoe heet dat? Oogschaduw. Zo heet dat. Ja. Maar goed. Nee, dit was hem. Misschien moet ik toch eens een keer gaan die klutteren. Want ik heb echt wel heel veel nu. Want ik kom hier ook allerlei dingen tegen.
waarvan ik gewoon niet wist dat ik ze had. In allerlei leuke kleuren en zo. Daar ga ik over nadenken, want ik ben niet zo... Weet je, ik koop en doe alles zelf, dus... Dat hele die klatteren, dat vind ik altijd een beetje lastig. Maar goed, ik ga... wat is dit? Vloeibare liquid contour. Nou, laat dat maar even zitten. Ik contour over het algemeen niet. Dat vind ik meer voor de jongeren eigenlijk. Ik ga even opruimen en mijn everyday bakjes weer vullen met de producten die ik uit heb gezocht. En dan ga ik naar beneden. Want de kat en de hond moet eten. En er zal vast genoeg beneden te doen zijn voor mij. En wacht op de boodschappen. Wat wil ik nog meer vertellen? Terrassen open. Ja, terrassen open. Ik ben één keer geweest met Wessel. Omdat hij jarig was. En op zijn verjaardag regende het heel hard. Heel hard. En het terras bij de Van der Valk waar hij werkt. Ik wijs daarheen. Het is aan die kant, maar dat ik ken nu natuurlijk niet. Semi-overdekt. Het wordt overdekt met van die doeken, zeg maar. Dus het is niet helemaal droog. Het heeft wel heaters. Dus hij was donderdag jarig vorige week. En toen werd mijn baby 19. Oeh. Ja, nu weer normaal. Nu weer normaal doen. Hij is die avond weggegaan met vrienden. En toen heeft hij overnacht in een hotel in Utrecht. Hebben ze een soort drankfeestje gehad. Waarbij hij overigens, niet zoveel gedronken heeft. Gezien de lading alcohol die ik weer mee terug heb gekregen, had hij wel allemaal zelf gekocht overigens. Toen hij terugkwam, zijn wij samen een broodje gaan eten bij Van der Valk. Zo van. En het was hier de hele dag mooi weer vrijdag en de zon scheen en noem maar op. En hij had echt zoiets van, nou het regent hartstikke. En toen kwamen wij aan bij Van der Valk en toen regende het pijpstelen. Maar goed, wij hebben toch even lekker een broodje gegeten. Nou ja, hij een broodje en ik een kopje soep. Dennis is ook nog even geweest om even een kopje koffie te drinken. En ik ben niet zo van terras. Gisteren hadden wij stroomstoring in Noord-Holland. Het stormt echt enorm. Ik woon in het westen van het land. Het is een beetje zeg maar bij de kust. Jeetje zeg. Ik moet echt iets aan die antennepluk gaan doen. Piep, piep. Piep, piep. Nou, ga ik zo doen. Maar goed, dus niets deed het. Ik kon niks te eten maken, want de ovens deden het niet. Ik kon niet koken verder, want ik kook op inductie. Die deed het niet. We konden geen tv kijken. Verwarming deed het niet, want de boiler gaat op stroom. En die deed, of de boiler, de cv-ketel, gaat op stroom, dus die deed het niet. Ik kon dus ook geen warm water pakken. Ik kon dus ook niet stofzuigen, want een stofzuiger met een stekkertje erin gaat op stroom. Ik kon de vaatwasser niet. Ja, die heb ik uitgeruimd. Maar ja, toen was er vervolgens niks meer te doen. Eigenlijk heb je dan door hoe onthand je bent zonder stroom. En koud had ik het gisteren. Dus dan zijn we maar een beetje gaan. Ik had een heleboel dingen voor de rattenplan, heet het hier. De tweedehands winkel. Dus daar heb ik een hoop heen gebracht. En, jeetje, ik ben dat gegeven. Ik heb het niet ontbeten. Ik ben dat gegeven. Gapen, geven. Ja, wij noemen het geven. Ik weet niet. Nou goed. Dus ik ben blij dat alles nu weer doet. Dus ik ga even opruimen en dan ga ik koffie drinken beneden. En dan ook op de boodschappen wachten, want die komen weer vandaag. Het is 4 mei. Dus alsof ik niet weet wat ik zeggen wil. Fijne dag,
Doe rustig aan. Blijf lekker binnen, want het is buiten niet te doen. En dan zie ik je de volgende keer.